Goedemorgen. Ik heb gehoord van Boekjes en Babbels. Wat is dat? En wat zijn, waar is het? Dat klopt. Vandaag hier in de bibliotheek is Boekjes en Babbels. En dat houdt in dat voor de allerjongsten gaan we met boeken aan de slag. En iets leuks rond het thema herfst en Halloween nu in de herfstvakantie. En dat gaat dadelijk hier plaatsvinden op de mat in de bibliotheek. Superleuk. En vanaf welke leeftijd is dat? Vanaf 1 jaar is het vandaag. 1,5 is volgens mij ongeveer de leeftijd op dit moment. Dus, en dan komen 15 kindjes dadelijk. En waar ga je het allemaal over hebben? Het gaat over Heksje Mimi, een prentenboek. En dat gaat over Halloween. En daar gaan we dadelijk een toverstaf mee knutselen vanuit het boek. Superleuk. En wat is jouw functie hier? Ik ben op dit moment klantadviseur. Ik werk vooral in de weekenden hier, maar nu in de vakanties extra door de week. Bedankt. Graag gedaan. Hoi, welk boek ben je aan het lezen? De wens van Ezekiel Boy. Oh, leuk. En lees je vaak boeken? Ja, best vaak. En vind je dit boek leuk? Ja, want het gaat over een jongen die bij flats allemaal rare dingen aan het doen is en zo. En kom je vaak in de bibliotheek? Om een paar weken of zo, een beetje. En dan doen we weer nieuwe boeken pakken. En hoeveel boeken nemen jullie dan mee? Een stuk of 5 of iets minder. Oh, leuk. Nog veel plezier. Dankjewel. Welk boekje ben je aan het lezen? Hallo. Ik ben een boekje aan het voorbereiden voor Boekjes en Babbels zometeen. Dit boekje ga ik voorlezen aan de kindjes die komen voor Boekjes en Babbels. En het onderwerp is oktober, magie. En we hebben dus een boekje gekozen over een heksje, Heksje Mimi. En dat ga ik zo meteen voorlezen. Leuk. Wil je ook weten wat we daarna gaan doen? Ja hoor. Daarna gaan we knutselen met de kindjes. En wat gaan jullie dan knutselen? Nou, een heksje, wat heeft hij altijd om te toveren? Een toverstaf. Een toverstaf, ja, dat klopt. En dat, de kindjes mogen allemaal een toverstafje knutselen. Nou zijn de kindjes best wel jong. Je ziet al, hier staat boekstaat 0 tot 2 jaar. Dus de kindjes die komen, die zijn... Ja, 0 is er natuurlijk veel te jong om te knutselen. En het zijn kindjes die zitten tussen de 1 en de 3 jaar ongeveer. De ouders die erbij zijn, de moeders, de oma's of opa's... Of de vaders, die mogen natuurlijk samen met het kindje dan het toverstafje gaan maken. En kan het toverstafje dan ook echt toveren? Nou, wie weet. Misschien wel, hè? Ja, nog veel succes. Dankjewel. Hallo, wat komen jullie hier doen? Wij komen voor de babbels. En wat is dat? Iets met boeken te maken, volgens mij. Over Halloween, volgens mij. En weten jullie al welk boekje ze gaan voorlezen? Nee, nee, weet ik niet. Dan is het nog een leuke verrassing. Ja, ja, dat is het. Ja. Ja. En hoe oud is jullie kleinzoon? 2 jaar. Oh, 2 jaar al? En wat is de naam? Luc. Luc. Hallo, Luc. Kijk eens, hier. Ja, maar. Zeg maar. Hoi. Hallo. Hallo. Heb je er zin in? Ga eens een verhaaltje vertellen. Heb je er zin in? Oeh, nou wordt hij verlegen. Nou, nog veel plezier dan. Ja, dankjewel. Kijk, ik heb mijn toverstaf bij me, want ze krijgen ook toverles in de klas. En ik zie daar een eenhoorn zitten. En die heeft ook een toverstafje. Wauw, wat een mooi toverstafje heb jij. Nou, dat past wel bij het verhaal. Want ik ga jullie eerst een verhaaltje vertellen... over de kindjes in mijn klas. En 1 kindje, die heet Mimi. Heksje Mimi. En die wil heel graag een goede heks worden. En vandaag gaan we in de klas een wedstrijd doen. Sportwedstrijden. We gaan allemaal kunstjes doen. Die heksjes moeten leren. Dit zijn de kindjes die zitten bij mij in de klas. Dat zijn veel kindjes, hè? Allemaal heksenkindjes.